was Gucci Mane, sir. De man nu s-a dus în mafia aia, rog. Yeah, this video is semi serious, so that's normal. Well, yeah, well, a model, we appear for a whole new video. And as you say new, is it new of a new content? Yeah, precies. Zoals jullie zien, onze account is gehackt en delete. Dus dat wil zeggen, al die oude video's zijn gone. Ik snap niet waarom een misgunner of een hater dat moest doen. Ik zweer toch, jij die het hebt gedaan, maar niet van welk land je komt. Als ik je hoorde vloeken, kon ik je vloeken. Jouw liefde had nooit goed gaan. Ik zweer het. Jouw liefde had nooit goed gaan. Oké, we zullen dat niet zeggen. Ik heb het al, maar we gaan gewoon opnieuw. Wel, nou man, dat was je voor niet, man. Maar ja. Maar één fout dat je hebt gemaakt. Nu heb je ons 10 maal gemotiveerd. Je moest dat niet hebben gedaan. Dat wel. Als team nou, is gewoon... Moet gewoon open gaan. Nu is team... Hoi. Anyway, mensen, voor degenen die weten... als je nu WeDab drukt op je vergrootglas om te searchen, WeDab bestaat er even niet meer. Dus ik bedoel, deze account wel. Dus wat jullie AUB, AUB, please, wat jullie AUB moeten doen, subscribe naar onze nieuwe WeDab video account, WeDab channel. En share jullie net, share jullie net zoveel mogelijk. Als jullie gewoon weer, ja, als jullie, wat moet ik zeggen, als jullie... Maar ah, niet zeggen, oh wie, dat we zijn gewoon nieuw. Is dat ook gewoon met nieuwe dingen voor jullie. Ja, die techniek gaat nu 10 maal harder komen. Dus alles gaat nu veel beter zijn. Misschien zelfs betere kwaliteit, betere editing. Maar ik vind het gewoon lastig dat die persoon die het heeft gehackt, dat moest doen. Maar geen probleem, no sweat. Hij heeft zijn doel bereikt. Ik hoop dat je het doel hebt bereikt. Ja. Maar, sorry. Ik heb een hekje. Sorry. Maar wat ik kan zeggen is, subscribe naar onze nieuwe channel. Jawel. Vertel iedereen dat WeDab een nieuwe account heeft. En dat we er nog bestaan. We bestaan er. We kunnen niet opgeven voor jullie, man. Nee, man. We kunnen echt niet opgeven. We zijn te ver gekomen om voor jullie naam op te geven. Precies. En guys, als jullie ook updates willen horen, als jullie nog steeds ideetjes hebben met jullie Facebook, Instagram, ga daar checken. Isabito. Het leven gaat gewoon door, jaren, Isabito. Ja, precies. Dus. Onze Insta en onze Facebook is hier beneden. Je moet kijken. Maar, please, ik zei het al, maar ik ga het alleen maar zeggen. Abonneer naar onze nieuwe kanaal. Vertel iedereen dat WeDab account is delete. Ik hoop dat jullie ons supporten vanaf het begin. Weet je wat ik wel lastig vind? Je hebt mensen die naar onze video's kijken, maar ze laten nooit een like, hè? Ja. En je lacht. Ik weet dat ik je weet lacht. Dat je geniet van die video. Ik weet dat je geniet. Is dat niet? Ze support, Isabita. Je hebt mensen die naar die video kijken, maar ze zijn niet subscribed. Je krijgt gratis kijken. Wat haalt het van je weg om gewoon op die button te drukken? Dat bedoel ik. Ja. Gun. Ik ben je landgenoot. Waarom wil je me niet gunnen? Waarom wil je ons niet gunnen? Eén ding van mij, ik gun iedereen. Iedereen moet eten. Iedereen moet eten. Maar waarom wil je geen like laten? Ik snap het niet. Wat is het om die oude video? Van Facebook? Ben je daarom nog boos? Weet je wat ik denk? Ik kreeg gisteren een gevoel. Ik denk dat iemand, vanaf we die video hebben gedrukt, hebben we like 10 maal haat gekregen. Kan je nog herinneren? Ja. Yeah. Ik denk dat iemand van die video die like in zijn feelings was, of boos was om die video, alhoewel het voor de entertainment was, ik moest dat 10 keer zeggen, alhoewel het voor de fun was, ik heb een gevoel dat iemand die video heeft gezien, ons is gaan hacken. Ik heb een groot gevoel dat iemand van Suriname is. Maar ik was gewoon dat niemand. Wat ik kan zeggen is een... Mijn opinion daarvan is. Ik weet niet of het een Suriname is. Maar het lijkt eerder op een Amerikaan of zo te zijn. Wat omdat er Amerikaanse dingen erin waren? Nou man. Dat denk ik. Ik denk... Hele design erachter en zo denk ik wel dat het een... Ik denk dat Suriname zo laag kunnen zijn. Ik denk het niet. Kijk, dat ding was ook voor entertainment, maar ik denk niet dat ze dat zouden doen. Ze zouden me niet zo teleurstellen. Ach, dat het is, hebben jullie me zwaar teleurgesteld. Dat is waar. Ik weet niet wat ik jullie moet zeggen. Ik heb jullie al verteld. Oh ja, ik ga jullie vertellen wat er is gebeurd. Ik sliep, ik zag een meldingen. Maar ik dacht van, ach, ik heb niet te veel erover nagedacht. Ik ben toen weer gaan slapen. Toch? En dan gewoon zie je, staat op met de hoofd van het was een joke. En ja... Ik sta op, mijn nigga Cardo, hij is de eerste nigga die me heeft gechat van, yo, die nigga stoort.
Hij is de eerste jongen die me heeft gechat van, yo, je account is gehackt. Dus ik sta op, hij chat me van, yo, ga kijken. Ik ga nu op WeDev, ik zie iemand dat is live. Ik ben like, huh? Iemand speelt game? Dus ik probeer nu in te signen naar die YouTube account. Heeft die account veranderd, heeft die password veranderd. Heeft die password like 2 uur geleden veranderd. Ik ben like, huh? Dus ik ga nu naar, je weet, je kan je password nog achterhalen als je password vergeten bent. Dus ik ga nu op forgot password. Ik druk erop, ik zie, we kunnen jou niet insignen, want we kunnen niet verifiëren dat jij het bent. Voorlopig kan je even niet insignen, later weer. Ik ben like, what? Mijn account, voor wie ik bijna tot half 4, tot half 3 moest opstaan om te editen, alleen zodat ik die video kan posten die dag daarna. Gewoon zo gone. Dus in zijn zo, Iboa, of zo jij alleen. Ja, met je hard gewerkte geld. Met je hard gewerkte geld. Hij pakt die sleutel en hij zegt van, hé, je komt niet meer in dit huis. Jongen, ben je gek, nog? Het gaat niet werken, toch? Gewoon zo. Ik sta op, mijn account weg. Huh? Tja, dat is. Dus ik begon toen emotioneel binnen te worden. Maar iets zei me van, yo, Fiero, je kan die mensen niet zo teleurstellen. Je bent te ver gekomen, Chatna rekent ook op je, dus laten we gewoon een nieuwe account maken en 10 maal harder komen. Ik vertelde mijn moeder vond het zo erg, ze zei, Fiero, als je iets wil bereiken, ga ervoor. Dus yeah, you bum, hè? You bum. Ja, ik wil je eerst schelden, maar ik kan niet. Je bent een bum. Ik weet niet als je Engels praat, ik weet niet van wie, je bent een bum. Ik zweer toch, als ik weet wie dit is, oh mijn god. Zeker maar? Nee, maar deze dingen moet je meenemen. Isabito. Het is allemaal eigenlijk portal. Maar is ook een les tevens voor jullie, Isabito. Zeg je voor, je begint iets, je begint een onderneming. En you know, misschien je beste mattie of zo. Hij stelt je gewoon teleur, hij neemt alles gewoon fire. Wie is vader naar Libi, maar je moet gewoon doorgaan, Isabito. Want juist als je gaat stoppen, is het done deal voor jou. Ja, precies. Mensen, ik denk dat we deze video tot een einde gaan brengen. Wat ik nogmaals kan zeggen is, like die video AUB. Ik weet dat bepaalde van jullie nog boos op ons zijn van die oude video, maar laat dat gaan, is in het verleden. Al die oude video's zijn gone, maar zijn in het verleden. We gaan nu refreshen. Komen nu met betere content, zoals Chatan zei. Jullie moeten liken, zodat we weten hoeveel video's we nu moeten uploaden in een week. Dus als bijvoorbeeld deze video 10 likes binnen 1 minuut heeft, of 20, ik weet niet, 2000 likes, gaan we like 2000 video's gewoon boom uploaden, no cap. It's no ja, cap. Man. We gaan nu hard moeten gaan. Er is geen tijd meer te verliezen. Maar ja. Man, wat zeg jij? Ja, wat Fiero zegt, Jere. Je hoort het. En zo naar John achter de camera, Isabi toch? Yes, stil voor yes. Strong. Precies. Ik wil iedereen supporten die... Ik wil iedereen bedanken die... Van die oude account, ons supporten, onze video's like te sharen en al. We zijn jullie vreselijk dankbaar, geloof me. Zonder jullie waren we niet een... ja, je ook wel eens die dat kan je niet meer zeggen. maar juist op deze moment of in deze moment hebben we jullie echt nodig. Jullie moeten ons in de put halen. We zitten nu echt down. Zo te zien, je ziet echt dat we niet zonder hun zijn, Isabita. Dus, bewijs jezelf. Nee. Ja. Dus like die video, subscribe, vertel iedereen, AUB, doe ons een favor. We bedelen niet, maar zouden het graag zeer op prijs stellen. Ja. Snappen jullie me? We praten misschien veel, maar ja, dat is onze nieuws. Is gehackt en delete. Wist je dat wij niet de enige waren die zijn gehackt? Ja, Michael, ik had het gezien. Oh ja, mensen, om het nog af te maken. Ik moest toen een mail voor YouTube sturen dat mijn account is gehackt. En blijkbaar heeft misschien YouTube, like die hele account, gewoon gewiped. No long talk. En ja, je moet toch gewoon vanaf de bottom beginnen. Maar ja. So whatever. So guys, dat was het voor deze video. Hou ons in de gaten. Later.